Seuntjens. Kan wel een balletje vasthouden. Van der Haar. 1-2 met Seuntjens geslaagd. Jesse van der Haar. Warmerdam, geen buitenspel. Redding, Matthijs en dan Van der Haar. En niet de goal. Niet de goal voor de Graafschap. Die telde je toch al. Schendend op zichzelf, zo lijkt Van der Haar. Hij zal ook weten dat dit echt de eerste serieuze grote kans was. Smeets, wat ruimte voor Brian Smeets. Silva Timas, goed gelopen. Silva Timas krijgt zijn grote tenen tegenaan. En Smits ook nog een lichaamsdeel. Zo is daar voor MVV ook de eerste schietkans na 21 minuten. De afronding net niet perfect voor Silva Timas. Bifrahi. Smeets. Kleinen. Braken. Smeets. Oh, nee! Als die erin gaat, Brian Smeets, maak je wel op een hele mooie manier je eerste van het seizoen. Schitterende combinatie tussen de twee, met alle respect gezegd, de oude rotten in het vak bij MVV. Smeets en Braken. Van Gilst en de redding van Matthijs. Die stond ineens helemaal vrij van Gilst. Eén simpel paasje was daarvoor genoeg. Wel een goed paasje van Enes Nadja. Van Gilst. Van der Haar, El Kadiri. Hier ligt toch wel wat ruimte voor de Graafschap. El Kadiri, oh, de redding van Matthijs. Dat is echt een lekkere redding voor een keeper. Dat je volgestrekt naar dat kunstgras moet gaan, dat doe je niet voor je plezier. Duiken op kunstgras. Maar het is je beroep als keeper. Dan kun je het ook maar beter zo doen. Bifrahi. Aktas. Goed en slim laten lopen door Silva Timas. Die Smeets nog bij hem in de buurt had. Smeets kijkt. Smeets loert. En doet dan dit. Raakt de lat. Toch ook Smeets leek hem over zijn lat heen te kijken. Maar hij raakt hem vol. Deze voorzet lijkt dan toch meer op een schot. Smeets. Matthijs doet dat allesbehalve goed. Snel terug zijn goal in. Seuntjens. El Kadiri. Zoeken, zoeken. Seuntjens. Schoppen maar. En de redding van Matthijs. Smeets, Warmerdam, dat is mooi klaarleggen en dan te zwak geschoten. Maar dan blijft hij nog hangen voor Van der Haar en moet hij er toch gewoon in. Die moet er toch gewoon in. Zo dicht bij de goal 1-1. Tweede grote kans voor Van der Haar. Tweede keer dat hij zichzelf weer voor de kop kan slaan. Smeets, Braken en de lat. Weer de lat. Drie keer de lat, al mogen we deze niet noteren. Want Braken stond blijkbaar wel in buitenspelpositie. Twee keer Smeets, één keer Braken. Het aluminium, niet de grootste vriend van MVV vanavond. Mahi. Ze blijven stand houden. Die mannen in de laatste lijn van de MVV. Deze tweede helft met maar een kwart van het balbezit. Drie kwart dus voor de Graafschap. Minder dan in de eerste helft ook, maar de nul staat nog altijd op het bord. Seuntjens. En deze poging, gepakt door Matthijs van Warmerdam, gaat er ook niet in. Hillen. Ja, tussendoor. Geweldig gedaan, maar niet geweldig afgerond. El Kadiri. Hij probeert het. Deze wedstrijd echt veelvuldig, maar het lukte maar niet. En zo geldt dat voor heel de Graafschap om definitief een trekker over te halen. Een doelpunt te maken hier in de Geuselt. Zit het er nog in? Een doelpunt deze avond. Smits heeft nog niets te doen gehad deze tweede helft, kan je toch zeggen.
Er is altijd een moment dat zo'n ploeg die in zo'n helft niets weet te creëren nog zo'n moment krijgt. Nadja. El Jebli. Brittijn. VV probeert de poorten dicht te houden. Mahi. En dan onbedoeld verlengd. En niet de kans voor Schoppenma. Wel de kans voor Schoppenma. Nee, toch niet. Nou, heel veel slechte resultaten in het slot van een duel. Wordt vandaag geen tegendoelpunt geïncasseerd. En wordt er een punt gepakt. Tegen een tegenstander van formaat. Dus, conclusie. MVV blijer met dit punt dan de superboeren.